Is dat in de vorm van, komt dan zo'n congregatie, komen die dan naar de KNR toe met een specifieke vraag? Of bieden jullie cursussen aan of trainingen? Hoe verhoudt de KNR zich daarin tot de verschillende religieuze gemeenschappen? Soms komen er inderdaad concrete vragen. Dit jaar hebben we als jaarthema het omgaan met verschillen. In een religieuze gemeenschap heb je altijd verschillen. En dat kan zijn een verschil tussen generaties, een verschil tussen karakters, het omgaan met verschil tussen culturen. Want gemeenschappen zijn niet meer alleen samengesteld uit mensen die oorspronkelijk uit Nederland komen. Van de religieuzen in Nederland die de 70 nog niet gepasseerd zijn, is inmiddels 35% van buiten Europa afkomstig. Dat vraagt dat je omgaat met mensen uit heel verschillende culturen, met andere achtergronden, een ander verstaan van kerk zijn, van hoe je sociaal met elkaar omgaat. En dat is een uitdaging die helemaal past ook binnen onze multiculturele samenleving. Precies, wou ik net. Dus alleen onze multiculturele samenleving, die heb je meestal niet binnen je gezin of binnen je familie. Dat is een kwestie van tussen buren en in de straat en in de winkel. Maar in deze religieuze gemeenschappen komt het echt binnen in je eigen woonomgeving, in je werkomgeving. En wij weten heel goed dat zelfs als Nederlanders onderling het vaak moeilijk is, voeg je daar die cultuurverschillen aan toe, dan wordt het niet makkelijker. En hoe ga je dan met zo'n gemeenschap aan de slag? Ga je daarover, gaan ze een workshop volgen of ga je met ze in gesprek? Of hoe moet ik dat voor me zien? Over het algemeen doen de gemeenschappen dat zelf. Mm-hmm. Zij staan voor die uitdaging. En het hoort bij hun gemeenschap zijn dat ze dat gesprek zelf aangaan. Ja. Wij proberen als koepelorganisatie daar wel aan bij te dragen door dat gesprek te stimuleren als daar vragen over zijn. Dus het thema omgaan met verschillen, dat kwam op ons bordje doordat er vanuit een concrete orde vragen werden gesteld. En ook wel oplossingen werden gezocht. Wij vonden dat zo'n belangrijk thema, omdat het herkenbaar is voor zoveel gemeenschappen, mm-hmm. dat we dat tot jaarthema van onze conferentie gemaakt hebben. En daar bijvoorbeeld vaste overwegingen voor geschreven hebben. Dat we in de Vredesweek samen met Pax Christi dezelfde thematiek had in haar Vredesweek. Een aantal meditaties hebben verzorgd die naar al die gemeenschappen toe gingen. Ja. Dus het is meer dat wij het gesprek stimuleren door het aanleveren van bezinningsmateriaal, het ondersteunen van het interne bezinningsmateriaal.